privé. Jos Eelen uit Dongen had een buitengewone liefde voor wielrennen en startte daarom met zijn bedrijf Elro Snacks een eigen ploeg. Daarmee knokte hij zich zo'n 20 jaar lang een weg door het internationale wielerpeloton. Net voor zijn dood vroeg auteur Gerry Hulsing hem of hij een boek over zijn leven mocht schrijven. En dat is nu uit. Ja, daar ben ik heel trots op eigenlijk. Ja, eigenlijk niet verwacht, maar die man Gerry Hulsing, die was zo fan van Elro Snacks en van Jos Eelen, dat hij daar een boek over wou schrijven. En ja, heel mooi. In het boek staat eigenlijk een levensverhaal van mijn vader. Ja, hoe dat hij begonnen is, waar dat hij begonnen is, welke ploegen dat hij gesponsord heeft, waar hij ploegleider van is geweest. Eigenlijk ook een stukje familiegeschiedenis staat erin. En ook wel reacties van oud-wielrenners die bij mijn vader gereden hebben. En die renners zijn Eelen dankbaar. Hij veranderde namelijk de Nederlandse wielerwereld door renners een tweede kans in zijn ploeg te geven. Dus die bij een grote ploeg, of die net niet goed genoeg waren om bij een grote ploeg te komen, een kans te geven om door te breken bij de beroepsrenners. Om te laten zien van, hey, wij kunnen wel fietsen, alleen er is geen plaats bij een grote ploeg. En dat heeft hij eigenlijk een beetje in de wielerwereld gebracht. Door zijn geld en zijn inzet en zijn inzicht in het wiel prijs te geven bij die mensen eigenlijk. Ja, dat is één passage en die is van Pierre Raas. En dat is, staat eigenlijk van rondom Koblenz. Staat erin en we moesten in Keulen zijn. Dus wij rijden Keulen gewoon voorbij. Mijn vader was zo aan het kletsen in de auto met zijn Henny Liebrechts. Dat was eigenlijk de manager van de ploeg. En we rijden gewoon Keulen voorbij. En we rijden 60 kilometer voorbij Keulen. En opeens zegt Henny, we moeten niet naar Koblenz, we moeten naar Keulen. Dus wij de parkeerplaats op en ja, omgedraaid. En we kwamen nog wel op tijd voor de koers. Maar dat is wel een van de anekdotes die ik heel mooi vind. En dat typeert ook mijn vader. Een beetje chaotisch, maar toch wel heel lief. Het wielervirus zit er nog wel in bij mijn neefje. Die is wel wielrenner geworden. Die zit nu bij de amateurs eigenlijk. En de rest is eigenlijk gestopt met wielrennen.